Het nieuws uit Twente van dinsdag 14 augustus. Uit snikhete auto geredde hondje weer terug bij eigenaar. En de voorbereidingen op de degradatieshow zijn in volle gang. En we gaan dit keer echt los. En niemand in het stadion is veilig. En daar hebben we heel veel zin in. Ik wel, want dat wordt improviseerd. Goedenavond. Edwin Wagensveld, voorman van Pegida Nederland, moet 750 euro betalen voor een demonstratie in Enschede, november vorig jaar. Dat bepaalde de rechtbank in Almelo vandaag. De demonstratie werd vooraf niet gemeld door Pegida. In maart legde het OM de boete al op, maar Wagensveld betaalde niet en daarop kwam de zaak voor de rechter. Volgens de voorman was van een demonstratie helemaal geen sprake, maar dat was de rechter dus niet met hem eens. Als hij blijft weigeren te betalen, moet hij 15 dagen zitten. De politie is gisteren een woning aan de Rossinistraat in Haaksbergen binnengevallen. Daarbij is een man opgepakt. Hij wordt verdacht van de overval op de Albert Heijn in Haaksbergen afgelopen donderdag. Bij het doorzoeken van de woning stuitte de politie ook nog op een hennepkwekerij. De eigenaar van het hondje dat zondag uit een snikhete auto bij de IKEA in Hengelo werd gered, is boos op de politie. De Duitser vindt het belachelijk dat de achterruit van zijn auto is ingeslagen om de hond eruit te halen. Dat liet hij gisteren weten toen hij het diertje op kwam halen bij dierenopvangcentrum Hengelo, waar het beestje verbleef na de reddingsactie. Volgens de man ging het maar om een paar minuten, terwijl het hondje in werkelijkheid ruim een uur in de warme auto zat. De viervoeter is dus weer terug bij zijn baasje, die geen boete heeft gekregen, maar alsnog met flinke kosten blijft zitten. Want zo komen de afsleepkosten en het herstel van de autoruit voor eigen rekening. En hij draait ook op voor de transportkosten van de dierenambulance. Begin september gaat in de bibliotheek van Almelo een nieuwe lunchroom open. Fijn lunchen en lezen. In de zaak werken cliënten van Avelijn. We hebben er echt heel veel zin in. We gaan verhuis naar de bibliotheek. En het is gewoon een leuke nieuwe uitdaging voor ons. Moeten jullie hier hard werken? Ja, de ene keer is het druk en de andere keer minder druk. Maar ja, dat is ook wel weer andere taken. Dus altijd wel wat te doen. Hoe lang doe je dit werk al? Ik werk hier nu 1,5 jaar ongeveer, ja. Dus. En wat voor opleiding heb je? Ik ben begonnen met een hoeveniersopleiding en toen horeca. En nu werk ik hier. Het is meer een oudere doelgroep. Omdat we straks wat meer kregen. Maar met oudere mensen gaan ze ook hartstikke leuk. Dus ja, die hebben altijd leuke verhalen en altijd heel gezellig. Ik werk hier zelf nu al 4,5 jaar. Wij gaan helaas tot ieders grote spijt gaan wij verhuizen. We zijn er eigenlijk ook wel best blij mee. Ja? Was het hier niet prettiger werken dan? Jawel, alleen wij hebben hier hele leuke tijden gehad. Ook minder leuke tijden natuurlijk met de collega's. Die moeten er ook zijn. Maar voor de rest, we zijn ook toe aan een nieuwe uitdaging qua collega's en qua personeel. Heb je al bekeken waar je komt te werken? Nee, we hebben nog niet echt bekeken waar we komen werken. Alleen wel via plattegrond en zo hebben we wel in beeld gekregen van hoe waar we komen te zitten. En dat is dan toevallig bij de bibliotheek. Zeg, wat vind je van je werk? Ik vind het fantastisch om te doen. Ik kan me geen betere andere baan wensen. Ja. Leuke dingen meegemaakt? Ja, sowieso. Leuke collega's, leuk personeel. Met de gasten goed contact. Het kan niet beter. Morgen en donderdag is de grote FC Twente degradatieshow te zien in het Wilmenc Theater in Enschede. Een voorstelling rond de degradatie van FC Twente. Wij namen een kijkje bij de repetitie. Thijs Kemperink, ja. Jan Bruins. Even onderbreken in deze voorbereiding is het op de show. Hoe gaat het erop heden? Goed. Beter dan de voorbereiding van Twente zelf, denk ik. Wat mag het publiek verwachten? Ja, moet je al laag inzetten natuurlijk. Hè. Wat ook in de krant stond, een geoliede chaos. Dat wordt wel echt een chaos, maar wel een georganiseerde chaos. Jan Bruins, stadionspeaker. Wat is jouw rol? Ja, ik ben gewoon de stadionspeaker tijdens de grote FC Twente degradatieshow. Ik ben eigenlijk degene die af en toe wat saaie teksten tussen alle humor doorspreekt.
Jan Riesewijk, bekend van Jonge Leu en Oude Grond. Zo kent iedereen in Twente je. Ja, ja. Wat is jouw rol in deze show? Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik ben zo'n beetje de laatste hooploop door op Holm. Het is natuurlijk de vraag, niet alleen deze oom, maar ook ja, met Twente voor Geert op aan. Welke kant? En omdat dat nog een beetje ongewis is, is het misschien wel goed dat er nog een zegen overheen komt. Kijk, en daar mag ik komen. Ben je een beetje Twente supporter? Nou ja, ik ben Twentenaar, hè? Volbloed Twentenaar. Dus dan ben je natuurlijk ook voor Twente. En dat ben ik ook. Ik was in 2010 om muur nog trots, oprecht trots, hè, toen landskampioen werd, dus echt Twentenaar. Maar ik ben geen diehard voetbalfan, dus dat ze doen degradeerd ben, daar heb ik geen nachten wakker van lengen. Ik vond het heel goed, erg jammer. Nee, ik heb een openingsreden, daar zit ook heel veel emotie bij als supporter. Dus dan is het niet alleen maar een grap. Dus daar zit wel grap in, want ik weet nog niet welke daar de mooiste is. Waar ik het meest zin aan heb is Stockholm Oost. Want dat is de supportersclub. Dat is onze supportersclub en we gaan dit keer echt los. Ja, en niemand in het stadion is veilig. Ja. En daar hebben we heel veel zin in. Ik wel, want dat wordt improviseren. Het is een orde aan de supporters, deze voorstelling. Dus dan moet je het ook over de supporters hebben. En die mensen die het kapot maken, die zijn ook allemaal weer weg. Dus dan moet je, af en toe moet je het ook een keer begraven en we gaan verder. En dat is, dit is de orde aan de supporters die er allemaal nog zijn. Altijd al een vliegtuigstoel willen hebben of een deur van een Boeing, dan kun je nu je slag slaan. Recyclingbedrijf ALS, gevestigd op luchthaven Twente, biedt verschillende onderdelen aan die afkomstig zijn uit de vliegtuigen die ze op de luchthaven hebben ontmanteld. Het bedrijf heeft een folder uitgebracht met hierin onder andere deuren uit een KLM Boeing 747 voor €500 per stuk en slaapcabines voor 6 personen vanaf €1500. Het is de tweede keer dat ALS een dergelijke verkoopdag houdt. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Tot zover deze nieuwsuitzending. Hierna een aflevering van Eigen Bodem. Nu eerst het weerbericht. Ik wens u nog een hele fijne avond. Het was vandaag iets beter dan gisteren met minder regen en 24 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 graden. Vanaf morgen is het droger met ook iets meer zon en 26 graden. En donderdag de warmste dag van de week met 28 graden.